Honderden ambtenaren bij verschillende ministeries ontvingen dubbele salarissen die nu zijn stopgezet na overleg met vakministeries. Het ministerie van Binnenlandse Zaken schreef 7613 niet geregistreerde ambtenaren aan, ontving 1174 verweerschriften waarvan 610 ongegrond waren. In de tweede fase zullen duizenden salarissen worden stopgezet, waardoor de staat miljoenen bespaart voor investeringen in het regeringsprogramma. De verplichte registratie onthulde deze informatie en ook spookambtenaren. Minister Ramadin sprak gisteren met EU-vertegenwoordigers de artikel 3 politieke dialoog tussen Suriname en de EU. Voorheen artikel 8. Het overleg behandelde de relatie, samenwerking en politieke ontwikkelingen. Onderwerpen omvatten visumafschaffing en lopende projecten zoals bosbeheer en agrarische ondersteuning. Suriname streeft naar voedselzekerheid en wil een voedselschuur worden. De samenwerking met de EU wordt positief gezien, gericht op verbeterde samenwerking en ontwikkeling voor Suriname. Op GFC Nieuws verscheen gisteren een bericht over vermeende miljoenenfraude bij Telesuur, gebaseerd op een brief van de voormalige manager Michel Boetius. Telesuur ontkent de beschuldigingen en stelt dat het bericht onjuist is en bedoeld is om werknemers en het bedrijf schade toe te brengen. Telesuur meldt dat het in maart 2021 frauduleuze handelingen ontdekte, op basis waarvan de betrokken werknemers zijn ontslagen. De samenwerking met het betrokken bedrijf is beëindigd en een rechtszaak loopt. Telesuur heeft op basis van eigen onderzoek het Openbaar Ministerie ingeschakeld. Boetius wordt beschuldigd van ongefundeerde beschuldigingen en het verspreiden van onwaarheden. En er loopt momenteel een rechtszaak tegen hem. Telesuur verzekert passende maatregelen te nemen tegen schending van bedrijfscodes.